30 jaar geleden rolde deze eerste Kia voor Nederland van de boot. En wie had gedacht dat in 2023 deze Kia zou bestaan? Volledig elektrisch, ook een Kia groter dan een Range Rover, een prijs van 67.000 euro, de Kia EV9. Wij gaan vandaag op pad met deze schoolbus om te kijken of je een Kia zou moeten kopen van bijna 70.000 euro. Maar eerst, hoe groot is dit ding eigenlijk? Vergeleken met een luciferdoosje, vergeleken met een boek en vergeleken met een krukje. Hoe je het ook bekijkt, deze auto is enorm. Ik kwam laatst iemand tegen met een Range Rover en ik dacht, ga eens aan de kant met een kleine autootje. Voor de passagiers is dat alleen maar een voordeel, want die zitten stuk voor stuk als koningen, zelfs hier helemaal achterin. Met opbergvakjes en USB-aansluitingen overal. En er is zelfs nog genoeg bagageruimte over hierachter. Je hebt overal vakjes, stekkeraansluitingen, bekerhouders en deze handige la bijvoorbeeld, waar je heel veel in kwijt kan. Voordat we wat dan ook gaan testen, moeten we het echt eerst hebben over het formaat van deze auto. Want je kunt afhankelijk van de uitvoering met 6 of 7 personen in deze auto zitten. Maar dat wil je alleen als dat echt nodig is. Want hij is enorm, hij is lastig te parkeren, moeilijker door krappe straatjes te krijgen. En hij heeft een 100 kWh accu, maar het bereik is niet heel veel groter dan van een Niro EV met een 64 kWh accu. Dus ja, volgens mij moet je deze auto alleen willen als je de ruimte echt nodig hebt. Maar voor je wegklikt, deze auto heeft hele vette tech aan boord. Hij heeft noise cancelling in de hele cabine, een soort touch ID om te zien wie er achter het stuur zit. En lane assist waarbij je niet constant met het stuur hoeft tegen te werken om hem te laten werken. Halleluja! Laten we beginnen met hoe deze auto rijdt. Nou, voor alle Max Verstappen fans, je had echt even moeten nadenken voordat je bij je partner wegging met je 2 kinderen en op Tinder iemand vond die ook al 3 kinderen had. Je had moeten bedenken, de komende 15 jaar zal ik geen sportieve auto meer rijden. Want ja, hij heeft pk's genoeg, ik heb ook zelfs een sportmode. Dan wordt alles rood hier om me heen en mijn stoel die klemt me lekker vast. Maar deze auto is sportief zoals een gewichtheffer sportief is. Dus even zo in de rechte lijn omhoog. Dat gaat wel, maar veel meer moet je niet van hem vragen. Nou, niks tegen gewichtheffers. Hè. Deze auto gaat in 9,4 seconden naar de 100. En dat is voor een elektrische auto niet snel, maar voor zo'n enorme bus natuurlijk wel. Deze concurreert met de DAF XF 105 Super Space Cab. En het rijbereik is officieel 541 kilometer. Maar ik heb natuurlijk alleen in deze temperatuur rond het vriespunt gereden. En dan is 400, 450 denk ik realistischer. Ja, en dan zie je dat het verschil met een Kia Niro met een veel kleinere accu eigenlijk niet zo heel erg groot is. Want al die ruimte moet door de lucht klieven. En al dat gewicht moet ook mee. Een van de grote verbeteringen van de EV9 is de lane assist. Hij houdt mij zo prima in het midden van de rijbaan. En op afstand van mijn voorligger. Maar het grote verschil is, ik hoef niet langer tegen te sturen om het systeem te laten weten dat ik hier nog zit. Als ik alleen het stuur vast heb, is dat genoeg en houdt hij me gewoon in het midden van de baan. En ik hoop echt dat dat naar elke nieuwe auto komt. Het infotainment systeem is een flinke upgrade ten opzichte van de EV6. Het scherm is veel groter en Kia is er na 1 generatie al mee opgehouden om 1 balkje met knoppen te maken dat je kan switchen tussen bediening voor de media of bediening voor de kachel. Dus nu zet ik niet meer Nirvana per ongeluk op 27 graden. Beter. Enige nadeel is, hier zit nog een rijtje knoppen dat als ik mijn hand erop leg om de touchscreen te bedienen, ja, dan druk ik per ongeluk opeens op map of op media. Dus die plek is niet ideaal wat mij betreft. Met deze vingerafdrukscanner kun je de auto starten, maar ook jouw persoonlijke profiel laden. Dus 1 keer je vinger erop en de kleuren in de auto worden op jouw voorkeur gezet, je radiostations ingesteld en andere instellingen helemaal naar jouw voorkeur. Nog 2 vette features, te beginnen met de achteruitkijkspiegel. Kijk, als Joosje en Rambo en Spijker en Daan achterin willen lopen te ouwe hoeren, dan doe je gewoon dit. En dan zie je bij het camerabeeld van de camera achter hun.
Ja, zoals gezegd zit deze auto helemaal vol met USB-C poorten en zoals gebruikelijk is eentje daarvan om ook data naar de auto te sturen. Dus bijvoorbeeld je Apple CarPlay bedraad aan te sturen. Maar bij de EV9 kun je die datapoort ook omschakelen nadat hij alleen laat, zodat je bijvoorbeeld draadloos CarPlay kan gebruiken terwijl je wel je telefoon oplaadt aan het snoertje. En dat is handig, want soms hebben bedraad en draadloos CarPlay een beetje ruzie met elkaar en met het knopje werkt het dan alsnog. Ja, dan hebben we ook nog Active Noise Cancelling aan boord. Dus daar was ik heel enthousiast over. Er zijn 3 settings. Uit, lichte ruisonderdrukking en sterke ruisonderdrukking. Maar stel je daar niet te veel van voor. Kijk, in een koptelefoon is natuurlijk een heel klein stukje lucht wat onder controle moet worden gehouden. In een grote auto als dit is het zo'n enorm volume aan lucht waar die rekening mee moet houden dat het eigenlijk niet echt lukt. En je merkt dus niet heel veel van die noise cancelling. Mooi bruggetje naar de Bright infotainment test. Hoe vaak moet ik klikken? Begrijpt die voice control mij? Kan hij een route langs snelladers berekenen? En hoe klinkt dat audiosysteem? Eerst, hoe vaak moet ik klikken? Map zoeken. Joop. Gesinkweg. Joop Gesinkweg. Nee. Startroute. Stap nummer 2. Verstaat de auto mij? Navigeer naar Joop Gesinkweg Amsterdam. Wilt u de routebegeleiding naar deze locatie starten? Ja. Nummer 3. Route langs snelladers. We gaan weer naar Andorra. Ja. Dat wil ik graag. Ja, en dit is dus heel gek. Want hij heeft het al goed gedaan. Hij heeft hier al een aantal snelladers. Ja, ik heb een route langs snelladers, maar hij wilde om onverklaarbare reden nu ook nog een snellader toevoegen. En dan, hoe klinkt dat Meridian audio systeem? Het is echt een prima audio systeem. Er begint niet echt wat te kraken, maar de hele diepe bassen leek ik iets van te horen. Het is goed, maar voor zo'n Meridian upgrade met zo'n merknaam erop verwacht ik eigenlijk net ietsje meer. Want ik vind hem wel in het midden een beetje blikkerig klinken af en toe. Ik zou hem er zeker niet voor laten staan, maar ik zou hem er ook niet per se voor aanschaffen. Moeten we het dan nog over het uiterlijk hebben? Sommige mensen vinden hem prachtig en sommige mensen vinden hem afschuwelijk lelijk. En iedereen vindt hem enorm. Ja, en om eerlijk te zijn, als je 7 volwassen mensen elektrisch wil vervoeren, dan heb je simpelweg niet zoveel keus. Dan is het deze of een elektrisch busje. Ik ben al een tijdje bezig met het ontwikkelen van een nieuwe Brightscore en deze EV9 laat zien waarom. Want hij heeft maar 333 liter bagageruimte en een frunk van 90 of 50 liter, afhankelijk van de uitvoering. En dan scoort hij dus niet eens zo goed in opbergruimte. Maar hij heeft natuurlijk wel weer 6 stoelen. En wat ik eigenlijk wil zeggen is, deze Brightscore moet je met een korreltje zout nemen. Want ja, heb je die extra stoelen nodig, dan kun je deze auto overwegen. Heb je ze niet nodig, dan zou ik hem zeker laten staan. Deze auto koop je echt alleen als je die ruimte nodig hebt. Maar dan heb je wel een car vol met tech en ontzettend veel comfort. En is het dan gek om een Kia te kopen van 67.000 euro of deze zelfs 80.000 euro? Nou nee, want er is geen enkele andere autofabrikant die iets als dit maakt. Voor welke prijs dan ook. Ik heb wel een hele donkere stem vandaag. Heel donker, past ook goed bij deze winterse omstandigheden. Nou. Wat zegt Sinterklaas dan? Wat is Sinterklaasje nou? Dag hoor. Goed.